In deze video gaan we kijken naar gebroken functies. En gebroken functies hebben de vorm zoals je hier ziet staan. Bijvoorbeeld fx is 5 gedeeld door x min 2 plus 3. Wat hier een kenmerk van is, is dat er een breuk in staat. En in de noemer van de breuk, dus in de onderkant, staat er iets met een letter. Dan noemen we het een gebroken functie. Het kan ook een letter in de bovenkant staan, in de teller. Maar er moet in ieder geval in de onderkant een letter staan. Nou, die wil ik gaan tekenen en voordat ik dat ga doen, ga ik eerst wat getalletjes uitrekenen. Want dan kan ik makkelijk mijn tekening maken. Dus stel nu, ik heb de functie f en ik ga daar het getalletje 3 bij invullen. Wat komt er dan uit? Nou, dan krijg je 5 gedeeld door 3 min 2, dat is 1. En daar nog 3 bij optellen, daar komt 8 uit. Dan ga ik meteen een hele grote stap nemen, want ik ga nu 100 invullen. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je 5 gedeeld door 100 min 2, dat is 98. Daar nog 3 bij optellen. Maar dat ga ik wel even afronden. Dat is ongeveer 3,05. Als ik nog een grote stap neem en ik ga 1000 invullen, kan ik controleren met mijn rekenmachine. Daar komt ongeveer 3,005 uit. Je ziet dus, als ik voor x een getalletje invul, dan komt hier 8 uit. En hoe groter het getal wordt wat ik voor x invul, hoe dichter het antwoordje richting de 3 gaat. En de vraag is nu, kan het antwoord ooit precies 3 worden? En dat kan ik heel simpel nagaan. Dus de vraag is, kan 5 gedeeld door x min 2, dat plus 3, kan dat ooit 3 worden? Nou, als dat zou kunnen, dan zou dat betekenen dat de breuk 5 gedeeld door x min 2, dat daar precies 0 uit zou moeten komen. Want 0 plus 3, ja, dat is 3. Maar de vraag is, kan dit wel? Kun je 5 delen door x min 2 en daar 0 uit krijgen? En het antwoord is, nee, dat kan niet. Je kunt niet 5 delen door iets en dan 0 uit. Dat kan gewoon niet. Dus het antwoord komt wel steeds dichter bij de 3 in de buurt, maar het zal nooit 3 worden. Nou, dan ga ik hem nu tekenen. Dat heb ik alvast gedaan. En je krijgt dan het volgende, misschien rare plaatje. Je ziet, de grafiek bestaat uit twee onderdelen. Het is niet één vaste doorlopende kromme of doorlopende lijn. Het zijn twee onderdelen. Als je deze grafiek tekent, als je een gebroken functie tekent, dan krijg je het resultaat, en dat noemen ze ook wel een hyperbool. Denk aan bij een kwadratische functie, dat noemen ze een parabool. Bij een gebroken functie heet dat een hyperbool. Je ziet hier ook in de grafiek terug. Want hoe hoger x wordt, hoe dichter het antwoordje richting de 3 gaat. Hè? De lijn die neemt af, als het ware. Hier zit y is 3. Je ziet ook, hij komt steeds dichter bij de 3 te liggen. We zagen ook, hij wordt nooit precies 3. En als we met zo'n situatie te maken hebben, dus komt steeds dichter bij een getalletje te liggen, maar het wordt dat getalletje nooit, dan moeten we daar een stippenlijn bij gaan tekenen. En zo'n stippenlijn noemen ze met een moeilijk woord ook wel de asymptoot. Dit woord moet je ook kennen. En je moet het dus ook steeds gaan tekenen als je te maken hebt met gebroken functies. Je ziet ook meteen in het plaatje dat er nog een stippenlijn is getekend. Dus het is nog een asymptoot. De vraag is nu, hoe komen ze aan die asymptoot? En om dat te gaan bepalen, moeten we kijken naar de breuk. Want bij een breuk is het zo dat de onderkant, de noemer, mag nooit 0 worden. Dat betekent hier dus dat x min 2, want dat staat in een noemer, dat mag nooit 0 worden. De vraag is, wanneer zou dat dan wel 0 worden? Nou, dat kan ik gewoon oplossen, zoals ik gewend ben. In dit geval links en rechts de 2 bij optellen. En dan krijg ik x is niet gelijk aan 2. X mag dus nooit 2 worden, want dan kan je de breuk niet oplossen. En dat is inderdaad de vergelijking van deze asymptoot. Hier zit x is 4, daar zit x is 2. En daarom, omdat x nooit 2 kan worden, krijg je daar dus een asymptoot. Heeft een gebroken functie altijd twee asymptoten? Maar niet altijd, maar dan komen we verder in de wiskunde. Voorlopig mogen we aannemen dat een gebroken functie altijd twee asymptoten heeft. En dan moet je ook een vergelijking bij kunnen geven. En daar gebruik ik dat getalletje voor. En dat getalletje voor. De y-waarde komt steeds dichter bij 3 te liggen, dus de vergelijking van de asymptoot wordt y is 3. De x-waarde mag nooit 2 worden, dus
De vergelijking van de x-asymptoot wordt x is 2. Dan moeten we nog wel even met één ding rekening houden, want verticaal staat altijd de y-as. En daarom willen leerlingen vaak zeggen dat ook de verticale asymptoot met y te maken heeft. En hier zouden ze dan zeggen y is 2, want dat gaat door de 2 heen. Maar dat klopt niet, want wat is hier nu eigenlijk 2? De x-coördinaat is 2. En ietsjes lager, ja, daar is de x-coördinaat nog steeds 2. En als ik omhoog ga, daar is de x-coördinaat ook 2. Dus omdat de x steeds 2 wordt, hoort daar dus bij x is 2 als vergelijking. Hetzelfde geldt voor de horizontale asymptoot. Daar hoort dus bij y is 3. Hoe vind ik dus asymptoten? Hoe vind ik een vergelijking? Nou, bij de y-asymptoot geldt, vul een groot getalletje in, kijk wat eruit komt. Vul een nog groter getalletje in, kijk wat er daaruit komt. En dan kun je zien, hey, het gaat richting de 3. Dus y is 3. Hoe vind ik dus de vergelijking van de verticale asymptoot? Kijk naar de breuk. De onderkant mag nooit 0 worden. Wanneer wordt die wel 0? Als x 2 zou worden, dus de vergelijking wordt x is 2. Ik hoop dat deze video duidelijk was en ik wens je veel succes.